ja, leven van een millennium. Het is 10:15 en ik heb een beetje lang geslapen. Oeps. Daar moet ik echt aan doen, want ik krijg dan niks gedaan op een dag. Net een beetje een interview voorbereid voor zij of haar oktober 2019. En nu moet ik nog een paar boodschappen gaan doen, ook aan belofte aan mijn mama om iets te gaan halen. En ik had ook gezien dat ze super mooie kleuren wol hadden en en de zeeman, dus ik ga er daar misschien ook een paar halen. Ik ben naar de KWC geweest van mijn broer. Ik heb echt veel te lang moeten wachten. Nu ga ik mijn bedje opmaken. Ik heb mijn vliegenraam uitgehaald omdat ik die dan in mijn bureau kan plaatsen. Het is namelijk hetzelfde soort raam. En vraag je misschien af, Fobe, jij probeert toch milieubewuster te gaan leven. Waarom gebruik je dan zo van die flessendeo? Wel, omdat ik nog een hele stash deo en shampoos heb staan. En ik ga ze nu nog niet wegsmijten. Ik ga ze eerst gebruiken en als die op zijn, ga ik gewoon geen nieuwe meer kopen. Ik vind dat het namelijk veel milieuonbewuster is om alles zomaar weg te gaan smijten. Omdat verpakking heeft, omdat het slechte verpakking heeft. Nee, ga gewoon geen dingen meer gaan kopen die zo slecht verpakt zijn. Als ik later een huis ga kopen, wil ik ook mijn meubels gewoon tweedehands upcyclen en zo. Terwijl ik nu gewoon heel graag een IKEA appartement wou. Met daar een eigen touch. Frisse lucht. Ik vind het namelijk heel belangrijk om mijn kamers te verversen. Maakt niet uit in welk seizoen het is. Alleen de lucht in mijn kamers te verversen. Daar ga ik ze in de winter gewoon een half uurtje openlaten. Terwijl ik in de zomer ze soms de hele dag openlaat. Weer even zorgen voor een clean-up, want het is een rommelboel. Net terug weer een veel te lange Mario Kart gespeeld en nu gaan we zwemmen! Hallo, ik ben terug van het zwemmen en ik heb een aantal dingen mee. Ik ben namelijk naar de kringloopwinkel geweest om een paar dingetjes te kopen. Dit serviettenhoudertje, 25 cent, super schattig. Dit mandje, ook 25 cent. En dit voor een halve euro. Ik heb al zo eentje. Maar dit is nu in gebruik. Ik vond, en dit is zelf een iets beter staat dan een ander mandje. Echt heel erg leuk. Vanmiddag in de Zeeman kocht ik wol. Twee van dit mintgroene kleurtje. En vijf van dit okereel. Deze zijn 99 cent per stuk en ik wil namelijk leren breien, daarom heb ik wol mee. Ik wil hier graag misschien een trui mee maken ofzo. Nou, omdat ik in de Aldi ben geweest en voor meer dan 15 euro heb gekocht, heb ik zo'n emoji gekregen. Ik ben benieuwd welke het is. Het is een puppy! Welke verzamel jij? Hashtag no spam. Hey, de laatste tijd heb ik echt weer terug meer moeite met het slapen en dan niet het in slaap raken. En ook niet zo hard het wakker worden, maar meer het van mijn gsm blijven voor ik ga slapen. Zodat het niet later dan 11 uur hoort. En eigenlijk liefst ook geen 11 uur.
Ik heb namelijk opgezocht. En ik ben een beer. En ik functioneer best met 8 uur slaap. Ongeveer. En ja. Dus ik moet 8 uur slaap halen. En soms is het nog moeilijk en soms is het gemakkelijk. En ik ga elke avond rond 9 uur, 9 uur 30 slapen, omdat ik nog graag wil lezen. Maar dat ik elke avond eerst lees en dan nog veel te lang online zit op TikTok en op Instagram stories en zo. Is het redelijk laat tegen dat ik slaap. Nu heb ik mijn gsm helemaal daar gelegd op mijn kast. Slaap ik met mijn horloge zodat hij mijn wekker is morgenochtend. En heb ik ook mijn gsm in vliegtuigmodus gezet, maar ik zet elke avond mijn gsm in vliegtuigmodus. Nu ga ik nog een beetje lezen. Ik ben gisteren dit boek begonnen. Ik wil namelijk zo vlug mogelijk doorgeven aan mijn mama, want mijn mama is ook een grote thuisfan. Dus ja. Ik denk dat ik het sowieso wel tegen het weekend kan uitlezen. Deze boeken zijn namelijk niet de hardste materie ooit. Het is toch stom hoe hard dat ik geslapen ben aan die gsm. Och. Ik heb hier nu ongeveer een uur gelezen. En dat uur had ik zeker 7 of 8 momentjes of 10 momentjes dat ik dacht, ik ga even mijn gsm oppakken. Maar ik heb dat niet gedaan, want hij ligt te ver en ik was te lang om uit mijn bed te raken. Wel een goed stuk kunnen lezen daardoor, doordat ik niet had bewezen van mijn gsm. Daardoor ga ik hopelijk ook nu goed slapen. Maar ja, het is wel stom hoe hard we allemaal verslaafd raken aan onze gsm. Ja, het leven van een millennium. Ik ben wel echt opvallend dat ik niet meer bij de jongste generatie hoor. Of niet, zeker niet bij de oudste, maar ik merk dat de 2000 generatie al heel anders is dan de 1990 generatie. Dat is logisch. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Toedels!